Kut! Zie je die flitsen hier staan? Jade heeft dus de eigen dekbeddenlijn uitgebracht. Toen is ik van rood. Wat doe jij, jongen? Goedemorgen, jongens en meiden. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Goedemorgen, Jade. Welkom weer terug in de vlog. Wat leuk dat je er weer een keer bij bent vandaag. Ja. Echt, wat een toevoeging. Wat? Nee, ja, ik vind wel... Lief dat je zegt dat ik het toevoeg. Oh, ik dacht dat er iets in de tuin te zien, maar ze stonden aan de tuin te kijken. Nee, wat leuk dat je er weer bent vandaag. Dankjewel, echt gezellig. Laat me dus even afvragen. Waarom zeg je altijd goedemorgen? Ja? Terwijl je vlog om 6:30 upload. Omdat het mijn ochtend is? Ja, maar je zegt toch goedemorgen. Oké. Okay. Goedenavond, jongens en meiden. Welkom weer terug. Ja, maar dan kan ik eigenlijk ook het anders zeggen. Want als mensen het dan 's ochtends kijken, dan is het wel weer goed. Dan als mensen in de ochtend mijn vlog kijken of in de middag, dan is het weer goedemiddag. Ja. Nou, voor de vlog. Goeiedag. Goedendag jongens en meiden, welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ja jongens en meiden, het is een nieuwe dag dus zoals ik al zei. En kijk eens even aan, Jay staat hier dus klaar. Jij hebt vandaag iets super leuks wel, wat je kan bekend gaan maken. Of tenminste, het is al bekend eigenlijk op je Insta. We gaan het straks laten zien. Maar jij wilt eerst even de dag beginnen met de stad ingaan. Ja. Nou, laten we dat even gaan doen dan. We moeten nog even shoppen. Kijk eens, zij staat al mooi klaar voor de deur. Hé, hey, hallo, let op. Stop en maak een foto met elkaar. Nou, stop. Let's go. We gaan een foto maken, komt ie. Deze wat lelijk. Oh mijn god, echt verschrikkelijk. Oh, we kunnen maar beter even geen foto's gaan maken. We kunnen... Ja, het is ook lastig. Oh. Probeer het nog een keer. We kunnen beter maar even geen foto's gaan maken op dit moment. Laten we dat maar even niet doen. We hebben jammer genoeg geen eten in huis. Dus het is even de bedoeling dat we even ergens anders wat eten gaan halen. Want we hebben allemaal echt ontzettende honger. Dus laten we dat ten eerste even gaan doen. Als eerste. Ik heb trouwens laat beloofd dat er binnenkort weer een vlog aankomt waarin ik dus niet mag knippen. Helemaal niks in mag knippen. Dus die gaat sowieso weer aankomen. Je merkt ook de laatste tijd dat ik het steeds vaker ook een beetje in de vlog doe als ik dat soort foutjes maak. Of dat ik 10 keer mijn zin opnieuw begin. Want dat blijft gewoon echt een ding. Maar ik weet nog wel dat die... Maar... Dit bedoel ik. Oh my god. En ik ben dan een vlogger, hè? Kan je nagaan? Ja. Hoe dan? Hier verdien jij je geld mee. Oh. Ja, hij draait gewoon naar mij toe. Hij wil gewoon dat... Ja. Nu ben ik ook gelijk mijn zin kwijt. Oh ja, ik weet nog wel dat die vlog de vorige keer heel erg goed in de smaak gevallen was. Dus vandaar, jullie vonden het allemaal heel erg leuk om te zien. Omdat het een soort van nog natureller overkomt. En nog natuurlijker, omdat... Ja, yeah, normaal gesproken knip je erin. Ja, dat het gewoon nog echter overkomt als je mee zit te kijken. Ja. Maar, we gaan richting de stad. Kijk even wat hier rechts staat dan. Een oud Duits brandweerbusje. Feuerwehr. Feuerwehr. Spreekt het Duits uit? Feuerwehr, toch? Weet ik Feuerwehr. Nee, het is toch Weet ik veel. Ziet er wel lachen uit zo'n ding. Kijk, dat ze hiermee waarschijnlijk gewoon branden blussen vroeger. Dat is niet meer van deze tijd in ieder geval. Ik moet zeggen dat ik het busje niet eens heel lelijk of oud eruit vind zien. Nee. Een lekker broodje kaas en een lekker broodje filet américain met ei. Oh, lekker. Kut, zie je die flitsen hier staan? Oh, iemand zal nog te seinen naar mij. Hij deed zo van zachte, zachte. En ik dacht, wat zit je nou te doen? Ik reed 66 waar je 50 mocht. Ja, ik ben geket. Ik ben geket. Hij deed het ook naar je, hè? Wat dan? Hij deed toch zo? Die agent? Ja? Wat deed je dan? Hij deed iets naar jou. Oh, wat kut! Toen je hem aankeek, toen deed hij letterlijk zo naar je. Echt? Ja. Waaah! Ach ja, eigen schuld, dikke bult. Ah, wat? Die andere automobilist deed nog zo naar mij. Maar ik dacht nou, wat doet hij dat naar mij? Of zit hij gewoon met zijn hand door de wind of zo? Zo jongens, dit gaat maar net goed. Kijk eens even. We zijn in de stad, want Jade heeft een outfit nodig. Aangezien we dit weekend een gala... Oh ja, morgen hebben we een awarduitreiking. Ja, maar... Jij voor hipste modemeisje, dus je kan niet in een slechte outfit aankomen. Nee, ik voel me een beetje verplicht. Maar het is echt een lastig thema, want het is casual gala with a touch of pink. Dus hoe kan je casual, maar ook gala zijn? Ja, nou ja, we weten natuurlijk nog niet of we gewonnen hebben. Dat gaan we dus morgen zien. Ik ben genomineerd als beste YouTuber, dus dat is ook wel leuk. Maar beste mannelijke YouTuber is volgens mij. Wat? Volgens mij een tofste YouTube-held. Oh, tofste YouTube-held. Wat wil je nou zeggen? Maar ja, dan heeft deze dus al 2 jaar op rij gewonnen. Dus eigenlijk moeten ze wel voor de derde keer natuurlijk ook weer winnen. Dus vandaar dat we even wat... Wat? ...ondergang zijn als ik nu niet win. Ja, het is wel een deuk op je ego als je het niet wint, zeg maar. Genoeg roze dingen, maar je ziet helemaal niks. Nee, Als hipste modemeisje, wat draag je als hipste modemeisje? Ja, nou ja, ik wil gewoon wat casual gala. Het is wel een beetje leuk om wat netter te doen. Wat netter, ja. Een jurkje of zo. Dus geen kruis als dit. Ja, dus dan kan daar gaan we dat... Daar gaan we niet voor dan natuurlijk, hè. Maar ik moet trouwens ook een touch of gold hebben. Of pink bedoel ik. Pink is het, hè? Ja, pink. Maar je mag mijn roze tas alleen, hoor. Zou ik gewoon deze outfit gaan?
Nee, dat kan niet, hè? Zo'n type ben je echt wel. Ja, daarom. The Touch of Pink. Nou, gaat dit hem worden? Ik ga nu een foto in beeld doen. Dit wordt de outfit een beetje ongeveer. Ja. Kijk. Maar ik ben dus gewoon heel erg aan het twijfelen tussen de maten. Zeg maar, of je bent dik of je bent niet dik. Dat is. Of ik heb een S nodig of een XS. Ja. Ben ik skinny? Of ben ik echt skinny? Echt skinny. Ze hebben hier dus een self-checkout. Dus tegenwoordig is het niet alleen blijkbaar in de supermarkt alleen dat je zelf kan betalen zonder kassa. Maar gewoon dus ook hier in kledingwinkels. Sick. Gewoon hierin doen. Kijk, let op. Wat gebeurt er dan? Dat je doorgaat. En dan gaat hij scannen ofzo. Huh? Hoe dan? Hoe dan? Hij geeft gelijk gewoon de items hier aan. Ik heb het ook hier met Loera gewoon echt 20 dingen in die bak gegooid. En hij weet alles. Hè, dat is apart. Sick. Ja, geslaagd. Binnen een half uur. Nou, wat ben jij een toppetje. Dankjewel. Dat is wel echt zo chill aan jou, dat jij niet zo urenlang in de stad wilt struinen. Ja, ik vind winkelen ook wel leuk. Maar ik ga liever na een half uur gewoon op het terrasje zitten en zeggen, nou, ja, precies. Geweest. Tegen wie strijd je voor Hipse Modemeis? Volgens mij tegen Stefania. Dus zeker, ja. Toch? Volgens mij wel. En Summer. Summer. En Gioia. Gioia. Ik heb echt geen idee hoe je dat uitspreekt. Gioia. Volgens mij, dat zie ik wel voorbij komen. Gioia. Ja, ik weet niet. Nee, toch? Ik weet niet hoe je het uitspreekt hoor, maar zo schrijf je het volgens mij. Ik ga even opzoeken of het klopt wat ik nu zeg. Ik strijd volgens mij tegen Enzo, tegen StukTV en tegen Kelvin als beste YouTuber. Het leuke is dus wel alleen, jij hebt er al twee gewonnen. Ik heb nog nooit een Tino Award gewonnen. Je hebt alleen een Kids Choice Award, nee? Ik heb wel een Kids Choice Award, ja, die heb ik wel. Ja, dan had dus het idee om inderdaad dus die outfit te doen met die broek. Een beetje een baggy broek met gaten erin en dan een roze topje. Maar eigenlijk dan, wat moet ik dan doen? Dan vind ik eigenlijk, zeg maar, dat we als koppel heen gaan, natuurlijk. Ja. Nee, ik ga met een ander meisje naartoe. Nou ja, kan ook. Nee, ik doe dan, zeg maar, mijn hakken. Dus ik ga een beetje het soort van classy te schalen. Ik doe een spijkerbroek aan, ik weet ook niet waarom. En jij doet dan, zeg maar, ook een baggy jeans aan met een roze shirt. En dan gewoon sneakers. Matchen we gewoon keihard. Ja, hey. Niet alleen het hipste mode, maar zullen we dat doen? Ook een hippe vriend. Zullen we dat doen? Ja, is goed. Hey, dan krijg ik straks niet de award voor beste YouTuber, maar hipste mode, jongen. Die bestaan niet eigenlijk, hè? Nee. Je hebt wel knapste knapper. Voorbij. Misschien ben je dan een beetje knapste knapper. Nee, dat zou ik niet denken. Ja, jongens. Hij staat op Spotify. Toen is ik wel vergeet! Meisje zonder naam van Ronnie, Toby, mijn maatje en Emma Heesters. Je mag me ook wel Jaren noemen hoor. Wat? Je mag me ook wel Jaren noemen. Oh. Voor de oplettende kijker valt er iets op. En dat is dus dat scheurtje weg is, jongens. Hij wordt eindelijk gebruikt voor waar hij gebruikt voor moet worden. En dat was dus, ik had hem eigenlijk ook gekocht natuurlijk om helemaal te pimpen, gek te maken, weet ik wat. Maar ook dat iedereen hem gewoon kon pakken. En Noora was hier vanochtend. Ja. Ze heeft hem 26 keer uit laten vallen volgens mij, zei jij. Toch? Ja, ze wilde eerst ermee naar Den Haag, ja. Maar ze is al zo lang niet de schakelauto gewend, dat ze zegt, ik zet hem lekker op het station neer en ik pak hem vanaf de trein en ik haal hem vanavond wel weer op. Dat is ook de reden dat ik er gewoon eigenlijk nooit in rij, ik haat schakelen gewoon. Ze heeft hem echt, voor dat hele grote stoplicht daar, toen viel hij uit. Oh. Mijn stoplicht is zo kut ook. Iedereen staat zich dan ook gewoon echt dood te ergeren natuurlijk. Nog eventjes jongens, tot het gaat beginnen. Tot het gaat beginnen. Oh. Eindelijk. De dagen, ik tel ze af, jullie weten het echt nog. Elke dag zit ik gewoon in mijn hoofd af te tellen van, oh, weer een dag minder. Weer een dag dichter bij de verbouwing. Zo, we hebben hier even een lekkere dikke pizza. Jij ook? Een lekkere dikke pizza met vet veel knoflooksaus. Oh, heerlijk. Ik kan geen margarita. Knoflooksaus? Ja. Ik kan geen margarita de laatste tijd meer eten zonder knoflooksaus. Ik moet het er gewoon elke keer bij hebben. Als jij knoflooksaus eet, moet ik het ook eten. Want anders gaat het alleen jij van ons denken. Of we gaan niet meer zoenen. Hé, dat kan ook. Nee. Daar is Noora. Hey! Kijk eens. Ja, helemaal mooi geparkeerd hoor. Noora zou ook wel de eerste zijn die gewoon kaart tegen de paal aanrijdt hier zo van de overkapping. Nou, prachtig. En daar is Noora. Nou, hoe was het om te rijden in scheurtje? Ik hou van scheurtje, maar ik haat schakelauto's gewoon echt. Het was dus gewoon verschrikkelijk. Oh, we draaien hem netjes op slot. Je kan ook op het knopje drukken, hè? Oh, echt? Ja. Heb je hem handmatig elke keer op slot gedraaid? Ja, dat lukt me niet. Heb je hem net nog uit laten vallen? Nee. Niet? Nee. Goeie. Het is helemaal donker buiten. Kijk eens, ik heb een Sushi Point zakje voor jou. Alsjeblieft, Ricciardo. En de vuurkorf staat aan. Oh, dus wat lekker. Ik wil vertellen dat ik trek heb in glühwein. Je hebt nu trek in glühwein. Ja, echt die wintersport vibes bedoel je. Ja. Of
warme choco met rum. Oh, maar dat ruikt toch zo lekker. Het geeft altijd zo'n bepaalde sfeer inderdaad. Lekker hè. Hey, eet smakelijk. Dankjewel maatje. We zitten allemaal heerlijk hier. Ricardo heeft een kleedje, ik heb een kleedje. Ja, we zitten bij. Hallo. Kijk, ook lekker met een kleedje. Noora heeft een kleedje. Wat gezellig zo. Die vuurkorf, echt dikke shout-out naar de vader van Jade. En ook wel een beetje naar de vader van Noora. Want... nee, het is echt, echt top jongens. Ik geniet er echt heel erg van. Echt flex hè? We zijn goed gekleed. Wat? Wat was nog deze joke niet? Gekleed. Oh, jezus. Wow. Zo, die kwam echt heel laat binnen. Ja, nou, oké, we zitten heerlijk. Oh. Rika en ik zitten in de auto. Wij gaan even Rick ophalen. Ho, even het licht aanlaten. Rick is, om eventjes duidelijk te vertellen, Rick is op dit moment extreem lang, volgens mij. Licht aangeschoten. lichtelijk aangeschoten. Dus wij moeten hem even ophalen, ik kan de YouTube chillen. Maar, we hebben een pipepopper. En we gaan proberen die gewoon ergens op hem af te schieten of zo, denk ik toch? Dat gaan we niet doen. Nee, niet nu. Nee, niet nu, niet nu. Oh, dat is wel echt kut voor mijn auto, maar ja, oké, we gaan wel even daarheen en dan zien we wel hoe Rick er aan toe is. Wij zijn hier in de buurt bij Rick volgens mij, even kijken. Oh, ja, staat hij met iemand buiten? Ja. Hier staat Rick zijn auto en hij komt straks hier ergens naar buiten als het goed is. Zal ik achterin gaan zitten? En dan gewoon naar voren knallen. Ja, ik kan de hele auto vieren. Oh, dat is echt kut. Oh nee, verschrikkelijk. Waar is die? Kut zo jongens, dat wordt heel mijn auto uit stof zijn gemorgen, denk ik sowieso. Hij is over 1 minuut, zei hij net. Doe die voordeur dicht, doe die voordeur dicht. Ewa Stradus! Ewa Stradus! Ewa! Oh, moeten we het ventje ophalen? Moeten we het ventje ophalen? Lief jongens, kom maar. Hey. Wat lief voor jullie. Het lijkt me niet verstandig dat ik nog ga rijden vanavond. Nee, dat denk ik dat ook niet. Dat kunnen we beter niet gaan doen. Nee, echt niet. Wat is er? Ah! Wat doe je man? Gek, wat doe jij? Hey! Ben je gek geworden, hè? Wat doe jij? Jezus, man! Holy fuck! Holy fuck, man! Wat doe jij, jongen? Maar moet hard voelen, voel eens. Holy shit! Holy fuck, man! Die klap was ook echt fucking hard, ouwe! Ik wist niet eens dat het holy shit, mijn oor, ouwe! Zijn jullie gek geworden? Holy fuck! Hé, hey, het valt wel mee gelukkig, het zijn niet allemaal kleine snippers. Jezus Christus, kom maar. Waarom? Waarom nou weer? Waarom? Jullie zijn echt, jullie zijn... Oh, Rick, ik hou van jou. Ook jij, boys, maar... Waarom moeten jullie nu dit nu doen? Omdat jij lekker een drankje te veel op hebt. Dus dacht ik, ga jij even de maling doen. Moet ik bekennen of niet? Huh? Moet ik bekennen? Ja, beken het maar wat jij wil. Ik heb een klein borreltje werk gehad. Ik heb een heel klein biertje op. Een kleintje. Een klein biertje, maar... Daarom halen wij jou lekker op, jongen. Verstandig. Dan ga je thanks lekker bij ons chillen. Wordt je opgehaald te stijl. Holy shit, ik zag hem aankomen. Luister. Maar ik vond hem zelfs hard. Ik kreeg dat ding, ik kreeg dat ding hier, kijk hier gewoon. Acht, overal gaan. Holy shit, ouwe. Nee, maar... Hard, jongens. Bizar gewoon. Holy fuck. Als ik had geweten dat hij zo hard was geweest, dan had ik dit niet van tevoren... Jezus, had ik dit niet willen doen. En jij nog zo, hé, hey, bro, gaan we lekker voor inzitten. Luister, hé, hey, gaan we lekker voor inzitten. Ja, toch, ja, toch. Ja, man. Goeie gas ben jij, man. Nou, we gaan lekker naar huis, jongen. Oh, jezus. Nou, het was even schrikken net, maar kijk, de auto ligt nog een beetje onder met een paar sliertjes hier. Paar. Ja, een paar. Hé, hey, mevrouw, die partypoppen van jou, wat een ziek ding is dat. Ja? Die klapte zo keihard. Geen, complot, hè? Dat is jouw idee, zeg maar. Zeg maar, hey. Zou je misschien uit kunnen leggen wat er is gebeurd? Nou, we lieten Rick keihard schrikken in de auto. Maar echt, Rick schreeuwde het uit gewoon. Hartklopping gewoon nog steeds. Gewoon, ik heb nog steeds gewoon de last van. Het was echt heel heftig. Nee, gaan we eens kotten. Nou, ja. Zo. Lekker chillen onder het dekje met de haard. Wat doe je als je een glaasje te veel op hebt? Dan spring je om 11 uur 's avonds in de zwemvivre. Hoppakee. Oh, lekker. Is het lekker, ja? Nou, lekker. Ja, wow, jawel. Ik wil onweer. Yes, so. Oh, dat kan niet eens. Nee, hè? Oh, dat is gewoon het water daar. Ik dacht al. Zo, zit ik naar raad te doen. Het gaat niet goed, jongens. Het lopen hier. Hé, hey, veel plezier, man. Ik ga lekker warm bij de vuurkorf zitten. Oh, poezekindje. Wil jij zo'n aandacht van mij krijgen dan? Ik had dus gehoord, jongens, dat een van mijn vrienden voor mijn verjaardag, maar het is zeg maar ook terechtgekomen bij mij. En toen heb ik gezegd, nee, dat kan je echt niet maken. Maar een van mijn vrienden wilde mij een kitten geven voor mijn verjaardag. Is het natuurlijk totaal niet handig,
Maar hij wilde dat doen, want wel, natuurlijk, het is wel leuk, maar het komt niet uit. En ik moet zeggen, aan twee katten heb ik echt genoeg. Hè? Wij hebben hier een prachtig dekbed. Kijk eens even aan. Het ziet er nu alleen een beetje verkreukeld uit, maar voor de rest is die heel erg nice. En ook in deze kamer, kijk eens, is een hartstikke mooi dekbed. Het is alleen niet allemaal mooi opgemaakt, maar dit hebben we dus eigenlijk al wekenlang, ligt het al gewoon bij ons op bed. Als mensen de vlogs terugkijken, dan zien ze ook al gewoon dekbedden die eigenlijk nog niet uit waren toen. Nee, deze hebben we gehad inderdaad. Die met die franjers aan de zijkant. Ja, we hebben echt al meerdere hier op bed. Die was in oktober verkregen, dus die kan nog niet. Oké. Okay. En Nou, voor de duidelijkheid eventjes. Jade heeft dus de eigen dekbeddenlijn uitgebracht. Dus dat is super leuk natuurlijk. Kijk, trouwens hier deze zo. Deze hebben we ook al omgehad, groen. Ja, we hebben er gewoon al heel veel op bed gehad. Maar mensen wisten natuurlijk niet gewoon dat ze van jou al waren. Ja, dit is eigenlijk echt wel de gaafste, ja, deze dingen. Deze wilde ik heel graag, maar ik dacht als ik deze eromheen doe, dan is het een tattoo. Dus het zou wel opvallen. Dan zouden mensen het gelijk inderdaad doorhebben. Ik wacht tot het uitkomt. Want laat je tattoo zien aan de zijkant van je... Kijk, dat is echt gaaf, jongens. Die is dus helemaal gewoon nagemaakt van de tattoo. Oh, even het bandje lostrekken. Zo, trek jij klink. Ja, kijk. Zo zie je hem. Nou ja, als we deze dus inderdaad, wat Jaan al zegt, op het dekbed hadden gedaan, dan hadden jullie het waarschijnlijk gelijk gezien, hadden jullie vragen gehad. Maar er zijn dus dekbedden te bestellen via de link die ik in de beschrijving zou zetten. Ja. Superleuk. Hoeveel zijn het er? Nu 7 en er komt er dus later nog één. Oké, nou het is dus voor en twee persoonsbedden en voor gewoon één persoonsbedden. Ja, gewoon eigenlijk alle maten, twijfelaar, alles. Nice! Nice! Heel leuk. Maar kijk de vlogs maar terug. Gewoon echt wekenlang al hadden we gewoon al die dekbedden hier al erop zitten. Dus dat is wel lachen. Alleen we konden er nog niks over vertellen. En nu ga ik ook lekker in het bed liggen. Maar klik maar eens gewoon een random video aan van een paar weken terug. En dan waarschijnlijk is de kans groot dat je zoiets ziet. Kijk wat ik net lees op het internet. In Japan hebben ze dus grafstenen met een QR-code erop. Waarbij je dus dan een video van die persoon zijn leven kan zien als je hem scant. Wat? Random weetje s'avonds om 10:30 s'nachts. Ik vind het altijd leuk om dat soort dingen te lezen. En dan achter dit soort dingen te komen. Ik weet niet of het echt waar is, maar het zou me niks verbazen in Japan. Ik ga het hier ook bij laten, jongens en meiden. Ik sluit de vlog een keer niet af in de ochtend, maar gewoon lekker s'avonds in bed dus. Dus wij gaan lekker slapen, jongens en meiden. Het was volgens mij wel een beetje wat kortere vlog vandaag. Maar ook wel weer chill aan de ene kant. Want ik maak best wel lange vlogs volgens mij de laatste tijd. Dus even wat korter. Een lekker rustig dagje vandaag. Want er komen hele leuke dagen aan. Binnenkort gaan we weg. Ja. Dit weekend gaan we weg naar iets super gaafs. Morgen is leuk. Dus er komen allemaal gaaf dingen aan. De verbouwing, het verjaardagsfeest, allerlei leuke vlogs. Dus dat gaan we allemaal zien. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg later.